Onderzoek verschijnt binnenkort. Centrale vraag in het onderzoek was: wat werkt er voor regionaal-economische groei? Wat kan beleid daaraan doen? Of beleid daar belangrijk voor is? En daarvoor hebben we heel veel analyses gedaan, maar ook 6 case studies uitgediept. En in die case studies hebben we echt gekeken: wat is er nou de afgelopen 40 jaar in zo'n regio gebeurd? Wat heeft beleid gedaan? Wat heeft gewerkt? We hebben er 6 uitgezocht. En we hebben ze geselecteerd omdat ze een bijzondere economische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ze zijn echte goede groeiers. En we hebben ze dan uit een set van 800 regio's in Europa gehaald. En zij behoren tot de goede groeiers. En dat zijn Milton Keynes, vlakbij Londen, Dublin, Madrid, München, Amsterdam en de Brainport Eindhoven. En de Brainport Eindhoven heeft zich over een jaar of 30 heel sterk ontwikkeld en eigenlijk opnieuw uitgevonden. Veel banen gecreëerd en veel toegevoegde waarde. En we hebben eigenlijk gekeken wat beleid daaraan heeft bijgedragen. Belangrijkste bevindingen: overheden spelen echt een actieve rol in die succesvolle regio's. Vaak wordt gedacht: economie is voor bedrijven en die bedrijven doen wel die innovaties en die zorgen wel voor de groei. Overheden hebben actieve rollen, juist in die succesvolle regio's. En wat hebben ze dan bijvoorbeeld gedaan? Actief beleid gevoerd op een heel aantrekkelijk wonen- en werkomgeving met goede voorzieningen en prettige woonmilieus. Ze hebben geïnvesteerd in de arbeidsmarkt, goed gekwalificeerd personeel en bereikbaarheid. De derde factor die robuust aan economische groei is verbonden. Ja, het is heel interessant om die 6 cases naast elkaar te leggen, omdat ze heel bijzonder zijn in ook de verschillen. Dus er is geen uniform, een blauwdruk voor succes. Verschillende dingen hebben ook bijgedragen aan hun groeipad. En voor Eindhoven, de Brainport regio, is het echt de governance. De structuur waarin in die triple helix de bedrijven, de kennisinstellingen en de overheid samen gemeenschappelijke strategie hebben gedaan. Zich opnieuw hebben kunnen uitvinden en het wat langdurig hebben vastgehouden. Dat doet ze echt beter dan in die andere regio's. Behalve München, die heeft ook eigenlijk dat profiel. We doen een aantal aanbevelingen. Vanuit het idee dat overheden actieve rol, een rol spelen, zou je kunnen zeggen, nou dan kan de regionale overheid dat misschien wel alleen doen. Dat is ook niet helemaal waar. Uit die case studies komt naar voren dat er een hele sterke rijk-regio-relatie is. Dus er zijn sterke allianties tussen de nationale overheid en die regionale overheden. En eigenlijk zou je kunnen denken dat je een soort regio-deal zou kunnen maken, hè, waarbij het Rijk actief betrokken is, ook actief investeert en faciliteert. En dat de regio het dus niet helemaal alleen hoeft te doen.